Er is een mysterie van het zand. En dan kunnen we de draai-draai-ruïnes vinden in de woestijn. Lekker man. Het dagboek van Bowser heeft even alle geheimen verklapt. Hey, yo Nintendo fans. In de vorige video hebben we de Koopa Bros een lesje geleerd. En we weten nu dat we naar de woestijn moeten voor de volgende sterrenspirit. En ik kan nu Goombarina, Goombette, Boombette, hoe heet ze ook alweer? Bombet heet ze. Natuurlijk heet ze geen Goombarette. Het is geen Goombarix. Jongen, jongen. We kunnen in ieder geval nu hier naartoe door deze buis. En dan komen we hieruit. Geen idee waar hier is. Bij een kistje. Dat is chill. Wat zit er in het kistje? Een FP Plus. Badge. Oeh, daarmee krijgen we 5 FP erbij. Die zou ik denk ik wel aan willen zetten. Kost wel echt 3 plekken gelijk. Maar het is denk ik wel handig. Oké, ik kan denk ik niet hier weer die buis in. Ik denk dat ik naar beneden moet vallen. Ah ja, kijk, we waren boven op de toren blijkbaar. Ik heb de Quizmaster gevonden in Koopa Village. Ik ben even teruggelopen, want ik weet niet waar ik naartoe moet. Maar opeens hebben we hier de Quizmaster, joh. Wat is er met jou aan de hand? Wat is de name van Goombario's... zus. Goombalina. Volgens mij Goombaria. Oh, we krijgen gelijk al een Star Piece. Gewoon hiervoor krijgen we alleen een Star Piece. Oh, dat is nice. Nou, dat was top. Dankjewel. Ik denk dat we weer helemaal terug moeten. Blijf staan, Mario. Ik was je al aan het opwachten, zegt hier een stem. Oh, nee. Oh, ben jij het weer? Ik zei al dat ik terug zou komen. Nu pak ik mijn wraak. Hier kom ik aan. Ah! Oh. Hij valt gewoon in het water. Oh, arme kleine noepie. Jongen, ik vind je wel leuk, joh. Hij zegt, Mario, ik praat met jou. Ik beloof het je. Dit gevecht wordt een heel ander gevecht dan de vorige keer. En mijn maatje die vraagt, hey, wie is dit? Wat een gek. Shut up, zegt hij. Jij, Mario. Ik weet nog wel wie je bent, joh. Natuurlijk. Junior Troopa. En hij zegt dat we nu echt vuurwerk gaan zien. Oké, let's go. Hij wil me echt heel graag pijn gaan doen, want hij heeft een nieuwe skill, blijkbaar. Oh, oh. Indrukwekkend. Is dit een beetje een metapod-achtige move? Soort van ik bescherm mezelf. Hij zegt die aanvallen zijn nu waardeloos. Dat geloof ik. Maar ik heb een bom bij me. Ik heb een bomchickie bij me. Die zou jou denk ik wel kunnen raken. Dus laat ik even wisselen naar Bombette. En in de volgende beurt gaat Bombette wat doen, denk ik. Oh, je gaat nog op mij springen ook en zo. Oké, Mario die kan niks doen. Dus ik ga maar gewoon even mijn refresh gebruiken. Want hey, dan krijg ik mijn FP terug en mijn HP terug van het sterretje. Dus dat is altijd lekker. Dit hebben we gekregen aan het einde van de vorige video. Super chill. Kijk, 5 HP erbij, 5 FP erbij. En dan kan zij haar bommetje gaan doen. Let's go, bommetje! Ja, je dacht dat ik jou niet kon raken, vriend. Maar ik kan jou gewoon raken. Don't you worry, man. Ik raak je gewoon. Wel balen dat ik je niet met mijn hamer kan raken. Misschien heb ik een sterkere hamer nodig. Oh, ik kan hem wel raken, joh, met mijn hamer. Wie had gedacht dat Mario zulke battle skills had? Ah, het is nog niet voorbij. Het is nog niet voorbij. Ik geloof je, man. Ik geloof je. Maar ik ga wel mijn best doen om hem voorbij te laten gaan. Hoppakee. Kom maar. Op de... Ik vind het wel een leuke guy. Hij doet wel gewoon zijn best. En dat valt zeker te prijzen, jongens. Als je een beetje je best doet, dan krijg je gewoon een klein beetje respect. Niet te veel. Klein beetje. Klein beetje. Kom op, bommetje. Lekker. Is die nou nog niet kapot, dat ei? Dat ei dat blijft kapot lang leven. Niet oké, joh. Let's go, Mario. Nu moet het wel even klaar zijn, hoor. Ja, kijk, en het is klaar. Hoppakee, lekker veel battle stars. 20 krijgen we er maar liefst bij. We zitten nu op 85, bijna weer een level omhoog. Hallo. Doei. Hier, hamer op je bakkes. Hij krijgt billenkoek, jongens. Maar we zijn in ieder geval wel de goede kant op. Dat weet je omdat er dan een eventje hier wordt getriggerd. En dat ze... Ja, kijk, hier, we worden alweer geroepen. We gaan zeker de goede kant op. Wie roept mij? Hallo? Hallo, wie is daar? Hé, het is Twinkie. Die zegt, Mario, Mario, ik ben de Twink. Weet je nog wie ik ben? Natuurlijk weet ik nog wie je bent. Ik heb gehoord dat je de sterrenspirit hebt gered die door de Koopa Bros gevangen was genomen. Bowser is zo boos. Maar ik wist dat je het kon doen, Mario. Bedankt, Twink. Hij zegt, maar we hebben nu genoeg gevierd. Ik heb belangrijk nieuws voor jou. De volgende sterrenspirit waar je naartoe moet is in de woestijn. Dat hadden we natuurlijk ook geleerd al in de vorige video. Ja, maar waar is die woestijn? Dat is de grote vraag. Eerst maar weer even een dutje doen. Oh, kijk, hier gebeurt ook wat. Het babynelpaadje komt naar me toe. Die zegt, hey meneer, mijn vader heeft zijn winkel geopend. Oh, het is een badgewinkel. Oh, dat is wel vet. Alleen ik heb niet zoveel plekken voor badges. Maar wat zijn het voor badges dan? Met deze kan je de enemy's verdediging weghalen. Dus net als die junior troepa net, dan konden we hem uit zijn ei halen blijkbaar. Spin dash attack. Ik dacht dat ik die al had. Oh, we hadden daar een badge voor. Deze badge hebben we ook al. Met deze badge kan je dus blijven springen zolang je het goed timed. Ja, die had ik al. Die heb ik al. Sorry man. Ik ga even door. Volgens mij konden we eerst hier nog niet naar beneden. Misschien even kijken of we hier nu naartoe kunnen.
Eens even kijken hoor. Hier woont blijkbaar een kok in dit huis. Ah, omaatje. Oh my goodness, het is Mario. Ik ben TCT. TCT, nice. En TCT houdt van koken. Als we haar ingrediëntjes brengen... Oeh, dan krijgen we een gerecht van haar. Nou, wat voor ingrediënten kunnen we jou geven dan? Wat vind je van een paddenstoel? Ja, ga er maar iets moois van maken. Kijk te gaan, jongen. Tralalalalala. En we krijgen dus wat terug. En wat krijgen we? Een fried mushroom. Oeh, en van fried mushroom krijgen we 6 HP terug en 2 FP. Zou ze ook met maple syrup kunnen koken? Jawel, toch? Ik denk dat ze hier ook wel wat lekkers van kan maken, toch? Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Super soda krijgen we hiervan. Daarmee genezen we het als ik ben gekrompen of ben vergiftigd. En krijg ik 5 FP terug. Oké. Nou, dankjewel. Ze zal vast nog wel meer hebben, maar ik heb niet zo heel veel tijd meer, denk ik. Ik moet even kijken waar ik naartoe moet. Wat is hier gaande? Oh, dit is privé. Je moet niet tegen mij zeggen dat dit privé is, want dan wil ik gaan kijken. We zijn hier ondergronds. Ik weet niet of dit nou de bedoeling was dat we hier naartoe gingen. Kan jij hier dit laten ontploffen? Nee, oké. Okay. Oh, kijk, die kunnen we kapot maken. Laat hem maar even saven voor de zekerheid. Hé, een grijze Goomba. Zijn dit spookgoomba's of zo? Jumpy! Oké, die hebben meer dan 2 HP. Oké, dat zou... Oké, ze hebben zelfs meer dan 3 HP. Misschien moeten we eens even voorzichtig doen. Misschien is dit een probleem. Ik weet niet of ik hier wel naartoe moet eigenlijk. Deze Goomba's zijn serieus. Ik denk dat het tijd is voor een bom. Ik denk ook dat ik hier misschien niet naartoe moet. Ik denk dat deze vijanden misschien nog net iets te sterk zijn. Ik word hier namelijk gewoon bijna gesloopt door Goomba's. Oh, en ik ben de timing ook echt verkeerd aan het doen. Let's go, maak hem kapot. Ze hebben 6 HP volgens mij zelfs. Jeetje, dat is best veel voor een Goomba. Misschien als ik deze battle doe, dat ik dan een leveltje omhoog ga. Daar doe ik het even voor. Let's go! Piem! En dan ga ik daarna gewoon lekker weg hier hoor, denk ik. Want deze zijn nog best wel sterk allemaal. Kijk, hoppakee, level omhoog, nice. Ik denk dat ik nu mijn BP ga upgraden. Dan kan ik meer badges gebruiken. Kijk, ik heb nu 6 plekken voor badges. Misschien moet ik toch die andere badge ook nog even halen. Ik zet nu Close Call aan en Hammer Throw. Maar ik dacht dus dat ik die ene badge had waarmee ik ongelimiteerd kon blijven springen. Maar die heb ik dus blijkbaar nog niet. Oh nee, deze die springt op alle vijanden in een rijtje. Maar dat is denk ik ook niet heel handig. Maar wat gaan we hier doen? Moesten we nou wel of niet naar het, hoe heet het, naar de ondergronds, naar de sewers? Hierachter ligt een donker woud. Daar adviseert hij mij om niet naartoe te gaan. Kan niemand mij vertellen waar de woestijn is? Oh, hier hebben we een paal. Misschien moeten we de paal even lezen. Beneden hebben we nog het treinstation en links hebben we de haven. Eens even koekeloeren wat hier allemaal is. Hier hebben we het treinstation. Daar ligt wat op de weg. Laten we even helpen. We gaan even helpen, bombarina bombetje. Hoppakee. Kijk, nu kan de trein weer rijden. Nou, top. Waar gaat de trein naartoe? Boven is Princess Peach's kasteel. Ja, maar wat is links en rechts dan? Waar gaat de trein naartoe? De trein gaat naar Mount Rugged. Moet ik daar naartoe? Ik denk dat dit de bedoeling is. Dit was eerst nog niet open. We gaan lekker met de trein naar de berg. Piep, piep. Ja, we moeten niet voor niks dat steentje weghalen, denk ik, van het spoor, toch? Kijk, oh ja, dit ziet er wel uit als een woestijn, inderdaad. Heel veel zand, een beetje verdorde bosjes en zo. Ja, dit ziet eruit als we de goede kant op gaan. Kijk, inderdaad, we zijn aangekomen in hoofdstuk 2. Het mysterie van de droge ruïnes. Ja, het treinstationnetje... Dit is onze halte, denk ik, hoor. Mount Rugged. Ah, we moeten dus over de berg en dan komen we bij Dry Desert. Oké, let's go. Nou, dit ziet er goed uit. Prachtig woestijntje, volgens mij. Eventjes wat muntjes en zo uit de bosjes halen. Oh, een ei. Krijgen we 5 HP van. Nou, lekker toch? Die moeten we eigenlijk ook even naar de kok brengen. Of naar de kokkin is het eigenlijk natuurlijk. Die zal er wel een mooi gebakken eitje van maken, waarschijnlijk. Oké. We gaan de berg op. Hotseflots, dots, blots. Volgens mij kunnen we... Kunnen we hierop, ja? Kunnen we dit kapot maken? Kan jij dit kapot maken, bombette? Piem! Nee, helaas. Dan gaan we hier naartoe. We gaan het hartje natuurlijk niet meenemen. Oh, iemand is iets aan het zoeken, volgens mij. Hallo? Hallo? Oh, hoi. Hallo. Dit is de mailmeneer, toch? De postbode. Die zegt, oh, sorry dat ik tegen jullie aan botste. Ik was op zoek naar iets en ik keek niet uit waar ik vloog. Ben jij niet toevallig Mario? Ja, je bent de Mario. Oh my gosh, hallo. Iedereen is echt super fan van Mario in deze game. Hij brengt inderdaad brieven rond. Ja, hij heeft nu problemen, want hij is een brief verloren. Ergens hier op de berg is hij die verloren. Zullen we je helpen anders? Is goed, we gaan op zoek naar je brief. Dus even kijken of die hierboven ligt. Oh, dat kunnen we niet. Nee, dat gaat niet. Oké. Okay. We moeten eerst naar boven en dan kunnen we naar beneden glijden, denk ik. Er zitten zelfs glijbanen in deze game. Nu verdient deze game sowieso een 10 en 1000 duimpjes omhoog, toch? Hey, Monty Mol. What up?
Hallo. Boom, op je bakkes. Hamertje. Tik. Wat gaat de mol doen? Die gaat stenen gooien. Au joh. Doe eens even rustig joh. Is toch nergens voor nodig om met stenen te gaan gooien? Nou, die battle is in ieder geval ook weer voorbij. We kunnen bovenlangs, onderlangs. Oh, 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 weer een Monty Mol. Rustig. De mollen hebben allemaal 3 HP zo te merken. De eerste is alweer weg. Ja, dan gaan ze weer met stenen gooien. Hè? Waarom moet die stenen op mijn bakken gooien, jongen? Dat vind ik eigenlijk echt niet oké. Ik vind dat niet normaal dat jij dat doet. Hoppakee, die is ook weg. Nou, nog 1 steen proberen te ontwijken. Dat lukt niet, hoor. Lukt niet om die stenen te ontwijken. Verdorie. Nou, we hebben in ieder geval deze mollen ook weer genakt, hoor. Dus even kijken wat hierin zit. Is dit een brief? Oh, dit is een sleepy sheep. Daarmee kunnen we de tegenstanders laten slapen. Deze kunnen we kapot maken. Oh, wat is dit, joh? Wat ben jij? Oh, Wakka's bump? Zo, daar krijgen we 25 HP en 25 FP van. Dat is wel sick. Misschien kunnen we even dat ei gebruiken voor de HP. En dan nemen we dit slaapdingetje ook nog even mee. Door naar de volgende. Let's go. En wat gaat hier nog allemaal gebeuren? Kunnen we hier omhoog? Nee, hier kunnen we niet omhoog. Hallo mensen, ik ben op zoek naar een brief. Oh, daar is een brief. Hier hebben we ook weer een siroopie, een honingsiroopie. Ah, ik heb veel te veel items, joh. Anyway, ik heb deze brief wel even nodig. Dan moet ik even van partner wisselen. Dan hebben we Cooper weer nodig. Die moet even die brief gaan halen. Thanks, bro. Ik kan alleen nu niet hier naartoe, denk ik. Dat gaat hem nog niet worden. Yo, maat, ik heb je brief gevonden, joh. Hier, kijk eens, alsjeblieft. Oh, hij is op zoek naar nog 2 brieven. Gast. Wat ben jij voor noob postbode, man? Moet ik die nu ook gaan zoeken? Ja, jongen, man. Nou, die 2 brieven die gaan we in de volgende aflevering eens even opzoeken. En dan heeft hij beter maar gewoon iets goeds voor mij. Want 3 brieven zoeken, daar moet echt een goede reward, een goede beloning tegenover staan. Knal die duimpjes omhoog, jongens. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo-video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!